Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Chrissy hier, Books of Chris. En dit is weer een nieuwe leesvlog, weekvlog, zeg maar. Hoeveel we gaan lezen, dat zien we uiteindelijk vanzelf wel. Ik ben op dit moment mijn vorige weekvlog aan het editen. En hij is best wel lang. Ik heb ook echt wel wat stukjes moeten knippen en eruit moeten halen, omdat ik over een uur heen zat. En uiteindelijk zit ik nu op 42,5 minuut. Dat vind ik zelf wel aan een vrij lange kant voor een weekvlog. Ik wil eigenlijk echt maximaal 40 minuten hebben. Maar ja, ik heb soms ook gewoon veel te vertellen. En ik vind het ook wel leuk om tussendoor wat sfeerbeelden te laten zien. En een beetje te vertellen wat ik zoal allemaal doe op een dag. Dus ja, als jullie in ieder geval hieronder vast eventjes willen laten weten of je liever een kortere of een langere weekvlog hebt en wat je er dan in zou willen zien, want ik doe dit natuurlijk voor jullie, dan heb je mij daar in ieder geval al heel erg mee geholpen. En dan kan je daarna gewoon lekker verder kijken naar wat ik nog meer te vertellen heb vandaag. En dat is eigenlijk tot nu toe nog niet zo heel erg veel. Ik heb vandaag nog niet gelezen. Ik ben vandaag weer naar de yoga gegaan voor het eerst in een jaar tijd. Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb er heel erg van genoten. En ik ben van plan om dat elke week of bijna elke week te gaan doen. Dus daar ben ik weer lekker mee begonnen. En toen ben ik daarna mijn vlog dus gaan editen. Daar ben ik ondertussen al bijna 3 uur mee bezig. Ik moet nog even een beetje in de vingers krijgen hoe dat allemaal werkt. En het is alweer 5:30 volgens mij. Dus ik moet ze ook eventjes eten gaan maken. En vanavond ga ik denk ik weer Love Island kijken. Dus ik weet ook niet wat er dan van lezen terecht komt. Morgen ga ik een dagje oppassen. Dus misschien als hij op bed ligt, dat ik dan eventjes kan gaan lezen. Dat ik dan mijn boek meeneem. Maar goed, dat zien we dan wel. In ieder geval, de nieuwe weekvlog is weer gestart. En ik ben heel erg benieuwd wat ik deze week ga lezen. Sowieso valse getuigen uitlezen. Ik hoop misschien wel mijn e-book uit te lezen die ik nu aan het lezen ben. Wedden dat ik blijf. Ik ben als audioboek, volgens mij Zoek de Zon op aan het kijken. Het tweede deel in het Happily Ever After serie van Jenny Colgan, volgens mij. Ik ben echt niet goed in namen en boeken en zo. En verder, als valse getuige uit is, wil ik dus of Jill Mensel gaan lezen, dat roze boek met die roze pagina's, of Noem Geen Namen. Maar dat ligt er een beetje aan waar ik dan zin in heb en wat het weer doet, want ik wil het boek met de roze bladzijden dus graag gaan lezen als het mooi weer is. Dus, dat zijn mijn plannen voor deze week. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel erg veel plannen, dus we zien het wel. Dus ik zeg tot morgen! Oké, even een kleine update. Het is nou dinsdag en ik zit nog lekker buiten. Het is al wel laat, 9:30 of zo denk ik. 9:30. Maar het is gewoon nog zo lekker en onder de douche vandaan. Wel even een trui aan, maar korte broek nog, omdat het gewoon nog kan. En ik wil nog eventjes verder gaan lezen in Valse Getuigen van Karen Sladder. En ik moet nog maar een heel klein stukje, of nou ja, heel klein stukje. Ik moet nog zo'n 60 pagina's, denk ik. Ik denk niet dat ik die vandaag uit ga krijgen. Want het wordt zo donker en dan moet ik of naar binnen gaan verder lezen. Of ik denk, als het donker is, ga ik tv kijken en dan lekker naar bed. Want vanmiddag heb ik ook niet kunnen lezen. Ik was oppassen en de kleine man wilde niet slapen. Dus toen ben ik maar gaan wandelen met hem. Dus lezen is er niet van gekomen. Ik heb voor vandaag dus niet zo'n goede leesupdate. Maar ja, morgen weer meer vrij. Dus dan hoop ik dat ik morgen wel weer meer ga lezen. En dan laat ik weten als ik deze uit heb. Dus tot morgen.
vandaag woensdag. Ja, woensdag 21ste volgens mij dan. En ik heb gisteren toch nog valse getuigen uitgelezen. Ik was er niet helemaal van plan. Ik moest uiteindelijk wel naar binnen verplaatsen omdat het buiten te donker was. Maar ik wilde gewoon weten hoe het eindigde. Hij is uit. Ik vond het einde ook heel mooi, heel passend. Ik moest me inhouden om niet weer te gaan huilen. Dus ja, dit boek krijgt van mij 4 sterren. Hoe, wat, waarom, zal ik allemaal in mijn wrap-up video nog wel helemaal uitleggen. Ik vond het in ieder geval een heel tof boek. Dit was mijn eerste Karen Sladder boek. En ik ga zeker nog meer boeken van haar lezen. Want ik vond vooral de personages, de karakterontwikkeling, dat het echt voelt alsof je gewoon in het verhaal zit. Dat het ook best wel realistisch is. Dat vond ik er heel erg fijn aan. En een van de enige minpunten vind ik de wat langere hoofdstukken. Maar naarmate het boek vorderde, werden de hoofdstukken iets korter. Toen waren ze 15 tot 20 pagina's in plaats van 30. Vind ik alsnog veel. Maar ik heb er dus heel erg van genoten. Die heb ik uit. En ik ga zo beginnen. Ik ga me zo lekker omkleden en dan op het balkon zitten. En dan ga ik beginnen in Jill Mansell tot aan de zon en terug met de roze bladzijdes. Even kijken of dat ook een beetje goed lukt in de zon met roze bladzijdes lezen. Ik had op Instagram een poll gezet dat ik of deze ging lezen of Noem Geen Namen. Mijn eigen voorkeur ging ietsjes meer, denk ik, op dit moment naar Noem Geen Namen. Maar ja, ik weet dat deze anders blijft liggen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik laat Instagram beslissen. En het scheelde niet superveel. Volgens mij was het ongeveer 60-40. Dus deze wordt het. En ja, waar die over gaat. Volgens mij heb ik nou ondertussen al 3 keer in een vlog de flaptekst voorgelezen. Maar het gaat dus over iemand die is weggegaan uit een dorpje en die komt weer terug en die haalt een vrouw de leven overhoop. Ik denk gewoon een beetje een standaard feelgood. Maar ja, heb ik op zich ook wel zin in. Dat betekent wel dat ik op mijn e-reader misschien een ander boek erbij moet gaan pakken. Want op mijn e-reader ben ik ook een feelgood aan het lezen en ik kan niet 2 feelgoods tegelijkertijd lezen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. En waarom ik deze setup nu eventjes heb, is omdat ik beide handen nodig heb. Want ik ben net gaan boekshoppen! En ik kreeg gewoon deze tas erbij. Ik zei, hebben jullie misschien een tasje erbij? Ze zei, ja, we hebben een hele mooie tote bag. Nou, prima. Boekhandel Heijmans in Arnhem. Dus, daar heb ik boeken gekocht. En, of nou ja, gekocht. Een vriendinnetje die nam mij nog mee voor mijn verjaardag. Ze zei, als verjaardagscadeautje mag je naar een winkel of een restaurant naar keuze. En dan voor een x-bedrag betaal ik. Dus ik zei, oké, we gaan naar de boekenwinkel. En toen zijn we eerst even naar het Colophon gegaan. Maar bij het Colophon, de boeken die ik wilde eigenlijk de Harry Potter Jim Kay geïllustreerde versies. Die hadden ze niet daar. Ze hadden alleen deel 3 en die was 40 euro. Ik zeg, zo, 40 euro. Op bol.com staat die voor 22 euro. Dus ik dacht, ja, ik ben meer voorstander van koop het bij de boekwinkel. Maar als het bijna 2 keer zo duur is, koop ik het toch wel liever bij bol.com. Dus die moest eventjes wachten. Toen waren er nog een paar andere boeken op mijn lijst, waarvan ik zei, die wilde ik wel hebben. Sowieso Duincafé 4 wilde ik nog hebben. Ik wilde de boeken van de Omi Novik nog hebben. Ontworteld en nog iets. Ik wilde de Caraval trilogie wilde ik nog hebben. Dat allemaal lag er dus niet. Toen dacht ik, oké, we gaan eventjes naar de andere boekenwinkel. Toen zijn we dus naar Heijmans gegaan. Daar hadden ze ook allemaal niet. Dus ik dacht, ja, het gaat me niet gebeuren dat ik bij de boekenwinkel met lege handen naar huis ga. Want er zijn altijd genoeg boeken die ik wil hebben. Dus ik heb boeken. Het lijkt een heel dik boek, maar het zijn er 3. Dus ik ga ze gewoon eventjes uitpakken. Dan doen we even een hele kleine boekhaal. De boekhaal van deze maand is trouwens wel heel groot. Want ik heb veel meer boeken gekocht deze maand. Even lawaai maken. Want wat ik heb gekocht zijn de deel 4 en 5 van Arledge. Ik heb hier natuurlijk nu al deel 1, 2 en 3. Dus ik dacht, koop ik deel 4 en 5 tegelijk bij. Klikspaan en naar bed, naar bed. Dus daarmee ben ik dan nu ook al wel een eindje. Dan moet ik hierna nog Wie niet weg is. Klein, klein kleutertje in de maneschijn. En nog lange niet. En er is nu dus ook nog een deel 10 uit. Die er dus ook nog bij moet. Maar ja, die heb ik dus alvast gekocht voor later een keer, omdat ik die serie toch wilde gaan sparen. Dus daarvoor ben ik gegaan. Er zit ook nog iets bij. Wat zit erbij?
Ontmoet je vakantieliefdes bij Heijman? Nou, kom maar op met die vakantieliefdes. Ik hoop dat Keel er staat. Dat mag wel mijn vakantieliefde zijn. Denk het niet. Maar goed, boekenlegger kreeg ik er nog bij. En welke ik nog heb gekocht, want die heb ik dus van haar gekregen. En ik had nog een cadeaubon van een andere vriendin gekregen. Die zei, hier, ga maar zelf een boek uitzoeken. En ja, omdat degene die echt op mijn lijstje, mijn to-buy-lijstje stonden, ik niet kon vinden. En toen zag ik deze. Het negende huis van Leigh Bardugo. En kijk eventjes. En toen dacht ik, ja, die kan ik ook niet laten liggen. En deze stond wel op mijn lijstje nog. Ik heb werkelijk geen idee waar die eigenlijk echt over gaat. Maar hij stond dus wel op mijn lijstje. En van Leigh Bardugo vind ik natuurlijk de Grisha ook wel heel erg leuk. Dus ik dacht, die koop ik er gewoon vast bij. En volgens mij gaat het over geesten en heksen en die dingen. Best wel creepy. Hij stond ook bij de thrillers. Maar ik weet niet in welke categorie die nou echt zal vallen. Maar goed, deze heb ik dus ook gekocht. En even dit weggooien. Toen gingen we nog naar de hobbywinkel. Want ze zei, ja, je mag of nog extra boeken kopen. Of we gaan nog even naar de hobbywinkel. Toen dacht ik, ja, de hobbywinkel is eigenlijk ook wel leuk. Dus toen zijn we eventjes naar de hobbywinkel gegaan. En daar, ja, ik heb ook voor mezelf gewoon spullen gekocht. Maar wat ik dus van haar nog extra heb gekregen, zijn, tenminste, het is een soort boek, maar dan om kaarten te maken. Ik doe de laatste tijd best wel veel mee met kaartenacties en dergelijke. Vind ik hartstikke leuk. Dus hier heb je gewoon allemaal dingen erin zitten die je er gewoon uit kan knippen. En daar kan je dan kaarten mee maken. En dan ook nog twee boekjes. En die zien er eigenlijk ook een beetje zo uit, zeg maar. Met knipdingen, met stickerdingen. En hier kan je dan een kaart van maken. Kan je die dubbel vouwen of wat je ermee wil. En van deze eigenlijk, oh, ik kan het trouwens ook achterop laten zien. Dit zit er dan allemaal in. Ook met teksten, quotes. Dus, daar heb ik heel veel zin in. Ik heb toevallig nu ook een kaartenactie lopen waarbij ik voor iemand een kaartje moet gaan maken. Dus ik denk dat ik dat gewoon binnenkort lekker ga doen. Toen heb ik nog spulletjes voor mezelf eventjes erbij gekocht. Kijken, wat is het allemaal? Een fineliner roze, want ik hou van roze. En een zwarte stift, die had ik nodig nog voor mijn kleuren op nummers. En stempelkussens, een rode en een zwarte en een beetje turquoise blauwe. En dan nog een stempelsetje met letters erop, dat ik dat kan stempelen. En verder nog, oh ja, dit zijn van die plakdingetjes. Dus, dat heb ik allemaal gekocht vandaag. Nee, ik heb nog meer gekocht. Ik heb ook nog snoep gekocht en een taartje gekocht. En kattendingetjes gekocht. Dus mijn bankrekening is leeg. Ik voelde me nog een keertje jarig vandaag. Omdat ik nog een aantal dingetjes had gekregen. En nu ga ik dus lekker lezen. Ik ga lezen in Tot aan de zon en terug. Als ik daar weer een update van heb, kom ik morgen weer bij jullie terug. Dus tot morgen.
Goedemorgen, het is vandaag alweer zaterdagochtend. Het is de 24ste alweer. En ja, dit is echt wel een hele slechte weekvlog. Want ik heb zowel gisteren als eergisteren niet gevlogd. Ik heb ook niet gelezen, of tenminste bijna niet gelezen. Ik had andere dingen te doen en ik had er helemaal niet aan gedacht om in ieder geval te vloggen. Maar ja, wat valt er te vloggen als ik ook niet heb gelezen? Ik ben eergisteren samen met mijn vader zijn we naar Loosdrecht geweest. En daar hebben we een kano gehuurd en hebben we lekker de hele dag gekanoed. Nou, daar was ik daarna natuurlijk best wel moe van. Ik denk dat we zo'n 12, 15 kilometer hebben gekanoed. Nou, dat was wat intensiever dan ik vooraf had gedacht. Dus dat hebben we lekker gedaan. En toen heb ik daarna nog wel een heel klein beetje gelezen. Maar ook niet superveel. Dus ik ben gebleven ongeveer op de helft bij Tot aan de zon en terug met de roze bladzijdes. En tot nu toe is het niet bijzonder, ook niet slecht. Ja, het verhaal had ik volgens mij al een beetje verteld waar het over ging, over Didi. En dan komt ze de ex van 15 jaar geleden weer tegen. En ja, nou ja, dat spreekt eigenlijk voor zich wat er dan gaat gebeuren. Ik heb het idee dat het ook best wel een voorspelbare feelgood zou zijn. Er zitten ook meerdere verhaallijnen in. En dat vind ik aan de ene kant fijn. En aan de andere kant best wel verwarrend. Dus daar moet ik ook nog eventjes in zien te komen. Dit schijnt wel echt de schrijfstijl van Jill Mensen te zijn. Dus dat. En die wil ik eigenlijk wel vandaag of morgen gaan uitlezen. Maar het is nu al 10 uur geweest. En ik bedacht net ineens, oh shit, het is zaterdag. En omdat ik de afgelopen 2 dagen druk ben geweest, heb ik mijn vlog voor zaterdag nog niet online gezet. Dus die ga ik eventjes snel uploaden. Maar ja, dan zullen we net zien dat YouTube of het editprogramma er heel lang over doet om hem te gaan uploaden. Maar ik hoop dus dat hij nog op tijd online gaat komen zo. En ik moet ook echt mijn huis even opruimen. Ik baal er een beetje van dat ik nu thuis zit en dat mijn huis gewoon alsnog een bende is. Of nou ja, een bende. Het kan netter, vooral voor als ik thuis zit. Dus ik ben eigenlijk van plan om vandaag ook heel erg veel dingetjes te gaan opruimen. Gewoon echt even schoonmaken, even poetsen, overal een doekje overheen. Dus dat wil ik vandaag gaan doen. En dan kan ik een luisterboek gaan luisteren. Maar ik ben aan het luisteren Zoek de zon op van Jenny Colgan. Dat is het tweede deel in de Happily Ever After serie. Maar ja, dit is Tot aan de zon en terug. En dat is ook een feelgood. Dus ik weet niet of het verstandig is om nu 2 keer een feelgood achter elkaar te gaan luisteren. Dus wat ik kan doen is een ander luisterboek pakken. En even op Storytel kijken of er in mijn boekenkast daar zo nog leuke luisterboeken staan. Of ik kan als het goed is ook van BookChoice wat ik nu heb, daar een van de boeken opzetten als luisterboek. Dus misschien dat ik daar ook eventjes een kijkje ga nemen. Dan kom ik sowieso vanavond weer eventjes bij jullie terug. En dan hoop ik dat ik best wel een eind ben. Want het is nu dus zaterdag en ik heb dus nog niet eens 1 boek uitgelezen. Maar ja, ik heb wel een hele leuke week gehad. En dat is ook heel belangrijk. Dus ik zie jullie in ieder geval vanavond weer. Thank you.
Nou, het is nu 's avonds en ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel gelezen hierin vandaag. Ik heb wel mijn huis opgeruimd en toen heb ik uiteindelijk Nachtmerrie geluisterd van Winchester McFly. Die stond zowel op BookChoice als op Storytel. Maar ik heb hem via Storytel geluisterd omdat ik dat toch wat meer gewend ben en hoefde die niet meer gedownload te worden en zo. En ik heb daarvoor gekozen omdat er stond dat die 4 uur zou duren. En ik dacht, nou, top. Dan heb ik mooi de tijd om 4 uur lang mijn huis een beetje schoon te maken. En dan kan ik ondertussen een luisterboek luisteren. En mooie motivatie om dan gelijk af te luisteren. En dat heb ik ook gedaan. Het is een beetje een paranormale thriller. En het gaat dus, tenminste, laat ik beginnen met de auteur. Want dat is niet één auteur. Het zijn volgens mij 7 scenario-schrijvers die normaal films en series schrijven voor NPO, voor Netflix, weet ik veel wat allemaal. En zij hebben nu dus samen een boek geschreven. En zij gaan dan, wordt een boekenreeks, de Detta dossiers volgens mij. En Detta is een van de hoofdpersonages en hij is een soort rechercheur. En er worden moorden gepleegd door mensen die aan het slaapwandelen zijn. Eigenlijk in hun slaap gaan ze mensen vermoorden. En zij zien eigenlijk in hun droom, zien ze een soort van demon. Dat heet de schaduwman. En in mijn hoofd was het een soort van Slenderman-achtig figuur. Dus dat was ook wel een beetje creepy. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje paranormaal. En hij gelooft wel in die paranormale dingen. En hij wordt gekoppeld aan Tess de Winter. En zij is ook een regisseur die heel graag promotie wil. En dan moest ze even met hem samenwerken. En dat botste een beetje. En zij geloofde daar eigenlijk niet zo heel veel in. En het is eigenlijk een best wel dun boek. Je gaat er zo doorheen. Maar omdat de auteurs dus eigenlijk scenario-schrijvers zijn, hebben ze, vind ik, het wel heel erg goed samengevat alsnog in het boek. Dus ik heb daar best wel van genoten. Vond het soms een beetje raar. Het was ook niet altijd helemaal mijn ding, maar het was wel een keer wat anders dan anders. En leuk dat het ook gewoon van Nederlandse bodem kwam en het speelde zich af in Amsterdam en in Groningen. Dus dat was dan ook wel leuk om te lezen. Dus die heb ik vanmiddag, ben ik aan begonnen en heb ik afgeluisterd. Dus ik heb echt 4 uur lang geluisterd. Ik heb de badkamer gepoetst, niet eens gewoon schoongemaakt, maar gepoetst. Ik heb de afwas gedaan, ik heb de was gedaan, de was opgehangen. Ik heb in huis nog een beetje gerommeld en uiteindelijk had ik daar geen zin meer in. En toen ben ik wat kaartjes gaan maken, nog voor de kaartenactie die loopt. Dus daar ben ik ook nog mee bezig geweest. En toen ging ik eten koken en toen was mijn boek afgelopen. Dus mooi timing. Wel weer een boek uit, maar dus geen fysiek boek uit. En ik wil eigenlijk in deze gaan lezen. En ik ben eigenlijk al 1 uur bezig met beginnen met lezen, zeg maar. En ik raak steeds weer afgeleid. Dan ga ik wat andere dingen doen. Ik heb net 3 afleveringen gekeken van B&B Vol Liefde. Nou, mocht je het niet kennen, dat is een soort boer zoekt vrouw, maar dan in een bed and breakfast in het buitenland. En het is zo ongemakkelijk. Het staat op Videoland. En ik zit gewoon hier op de bank met plaatsvervangende schaamte. Dan ik denk, oh, wat erg. Die mensen die zetten zichzelf echt niet oké neer op tv. En er zitten me toch een paar zeikerts tussen. Weet je, er is er nou eentje en die gaat naar zo'n B&B toe en die is nog niet af. En zij gaat eigenlijk binnen 24 uur alweer naar huis. Dat ze zegt, ja, ik vind jou wel leuk, maar je B&B is niet af. Dat ik denk, meid, waarvoor ga je daarheen? Ga je daarheen om een jongen te leren kennen of ga je daarheen omdat je een gratis vakantie wil? Maar goed. Dit is geen vlog om te praten over reality TV. Alhoewel ik dat ook heel erg leuk vind. Dat kijk ik graag. Praat ik ook heel erg graag over. Maar dat is weer wat anders. Dit gaat dus over lezen. En ik ben gewoon nog steeds niet verder gekomen. En dat komt misschien een beetje omdat ik ben niet zo in de mood voor dit boek, denk ik. Ik ben nu meer in de mood voor gewoon een lugubere thriller met afgehakte hoofden en ledematen en weet ik veel wat allemaal. Dat heb ik ook wel in de kast staan. Maar ik moet eerst deze uitlezen, vind ik. Want ik ben wel iemand, als ik eraan begin, wil ik het ook meteen aflezen. En het is geen vervelend verhaal. Het is geen storend verhaal of zo.
Maar er zijn gewoon een paar kleine dingen. Ik vind het hoofdpersonage een beetje meh. De schrijfstijl is ook niet altijd helemaal mijn ding. Er gebeuren ineens random dingen waarvan ik denk: waarom is dit in het verhaal gestopt? Want het heeft nul toegevoegde waarde voor het verhaal. Zoals bijvoorbeeld dat ze met de moeder op het terrasje zit en dat de moeder dan tegen de ober zegt: ja, de rekening klopt niet, want de fles, je hebt €32 aangeslagen. Of nee, je hebt €23 aangeslagen in plaats van €32. En dat punt, dat was het. En dan komen ze later ook niet meer op terug. En dan denk ik: waarom moet dit dan in het boek? Ik begrijp dat niet helemaal. En ik ben dan iemand, ik ga erop letten en ik ga me daarop focussen. En dan ga ik me eraan ergeren. En dan denk ik: ah. Dus ik had net een hoofdstuk gelezen en toen gebeurde er weer zoiets. En toen dacht ik: moet ik dit nou gaan doen? Of moet ik het nou niet gaan doen? En op zich, het is een prima boek hoor. Maar ik denk dat ik er nu gewoon niet helemaal in de mood voor ben. Maar ik wil hem wel uitlezen, want zo ben ik dan ook wel weer. Ik ben ook wel koppig. Dus ik denk dat ik voor vandaag gewoon dit even ga afsluiten. En dat ik toch ga proberen verder te lezen. En als ik nou merk van: hé, ik ben er vanavond niet voor in de mood. Ik heb de volgende aflevering van B&B Vol Liefde. Die staat nog op pauze. Dus die kan ik altijd nog aanzetten als ik hier toch niet zoveel zin in heb. En ja, morgen ga ik de vlog natuurlijk weer afsluiten. En ik hoop dat ik morgen kan zeggen dat ik hem heb uitgelezen. Dat ik gewoon nog een nieuw boek kan pakken voor deze maand. Maar ja. Dat zien we morgen wel weer. Dus tot morgen. Mijn boek uitgelezen en ik heb er toch nog wel van genoten hoor. Vooral vandaag vond ik hem een stuk leuker dan die rant van gisteren waar ik het over had. Maar ja, ik vond hem hartstikke leuk. Hij was natuurlijk knijter voorspelbaar en het ging heel erg van de hak op de tak. Je volgde best wel veel hoofdpersonages. Er was eigenlijk één hoofdpersonage, maar heel veel bijpersonages. Waarvan je hun verhaal ook weer volgde. En het ging van de een naar de ander, naar de een naar de ander. Het was soms echt een. Ik had soms een beetje eerlijk een tenniswedstrijd aan het lezen was of zo. Want het ging tik, 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 tik. En dan gebeurde er weer iets. En alles ging te perfect. En te volgens het boekje, volgens hoe het gaat in Feel Good. Dus dat vond ik wat minder. Ik denk dat ik hem 3 of 3,5 ster ga geven. Daar moet ik eventjes over nadenken. Maar ja, ik heb er in ieder geval wel van genoten alsnog. En die is dus uit. En dan heb ik alvast de volgende klaargelegd. En dat is dus Noem Geen Namen. Een young adult boek, ook wel wat dik, maar wat ik heb gehoord leest hij echt super snel. Dus ik ga even kijken of ik er nu al in ga beginnen of dat ik er misschien vanmiddag of morgen in ga beginnen. Maar goed, dan kan ik nu dus meteen voor deze week de deze vlog afsluiten. Ik heb één boek gelezen. Dat is dus Tot aan de zon en terug. En ik heb één boek geluisterd. Allebei 3 of 3,5 ster. Dus het was geen hele fantastische leesweek. Maar ik heb wel gewoon een hele leuke week gehad. Ik heb leuke dingen gedaan. Ik heb lekker genoten van het weer. Lekker rustig aangedaan. En dat vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Dus. Oké, ik had dus eigenlijk mijn vlog al afgesloten. En toen ging ik net de vlog editen. En toen dacht ik: ik heb helemaal niet maar één boek gelezen. Ik heb twee boeken uitgelezen deze week. Want ik heb dus ook nog Valse Getuigen uitgelezen. En Valse Getuigen had van mij dus 4 sterren gekregen. Vond ik echt wel een goed boek.
Ze zeggen zelfs dat het een van de mindere Karen Slaughter boeken is. Dus wat dat betreft verwacht ik eigenlijk alleen nog maar meer van als ik er nog een boek van ga lezen. En ik ben toch nog eventjes begonnen in Noem Geen Namen. En ik ben al wel een eindje. Ik ben al op pagina 123. Ik dacht, ik ga eventjes een klein stukje lezen. En op een gegeven moment begon mijn maag te knorren. En toen keek ik op de klok en toen was het al 6 uur geweest. En dacht ik, oh, dit ging wel sneller dan gepland. Want dit is echt, wauw, dit boek is gewoon, het is een boek over de Tweede Wereldoorlog. Wel geschreven voor young adults. Dus het is denk ik voor jaar of 14, 15, 16, zoiets. Maar ik vind het echt een heel erg goed geschreven boek. En het gaat dus over een paar meiden eigenlijk, jaar of 18. En die werken in de Joodse crèche in Amsterdam, tegenover de Joodse Schouwburg. En daar werden alle in de Schouwburg werden waar jeetje. In de Schouwburg werden alle Amsterdamse Joden naartoe gebracht voordat ze werden gedeporteerd. En omdat het daar zo druk was, hadden de Duitsers besloten dat de kinderen allemaal in de crèche ondergebracht moesten worden. Dus kinderen werden daar al gescheiden. Jeetje. Kinderen werden daar al gescheiden van hun ouders. En daar werken dus een paar meiden werken daar. En ze zijn dus nu bezig, waar ik ben, om te kijken of ze met het verzet kunnen samenwerken om kinderen daar weg te smokkelen. En wat ik wel heel erg interessant vind aan dit boek, is dat onder andere Walter Suskind wordt besproken. En die film, die heb ik meerdere malen gezien. En ik heb het boek daarvan ook in de kast staan. Dus ik denk dat ik misschien als ik dit boek uit heb, dat ik ernaast Suskind ga lezen. Want dat heeft dus eigenlijk heel erg veel overlapping met elkaar. En dat wist ik niet voordat ik het boek ging kopen. Dus echt, dit boek leest als een trein. En ik denk dat ik die een deze dagen al wel ga uitlezen. Maar ja, dat zien we in ieder geval in de volgende leesvlog. Dus ik ga hem nu bij deze echt afsluiten. Eindstand heb ik dus Valse Getuigen uitgelezen. 4 sterren. Ik heb Tot aan de Zon en Terug heb ik alvast in mijn reading journal opgeschreven. Sterrenbeoordeling gegeven. En ik kwam gemiddeld toch wel uit op 3 sterren. Dus dat is 3 sterren voor mij geworden. En nu dus bezig in Noem Geen Namen. En Nachtmerrie heb ik dus nog geluisterd via Storytel. Dus al met al toch nog wel een lekkere leesweek. Beter dan ik eigenlijk dacht dat die het was. Maar goed, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Vind je zo'n leesvleek... Nee, spraakgebrek vandaag. Vind je zo'n leesvlog leuk? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie zaterdag weer. Doei doei!